Haast 50 jaar geleden kwam het Heetmanplein tot stand. Dat bracht twee grote rotondes samen in een nieuw verband. Straks zijn het Wilhelminaplein en Willemsplein er weer. Op beide komt een T-splitsing heel simpel voor het verkeer. Eind maart begint het werk, volgend jaar zomer is het klaar. Het einde van een eeuwige verkeersknop, ja echt waar. Bij Bostion en ook bij Loes wordt kleurrijk weer gegeven. Wat wij in stad en dorp zo van vandaag de dag beleven. Bij Bostion en ook bij Loes wordt kleurrijk weer gegeven. Wat wij in stad en dorp zo van vandaag de dag beleven. Professor Fons Heetman had het mooi bedacht. Voor velen te ingewikkeld, raar en onverwacht. Minder asfalt, meer groen, fietspaden en ook een nieuwe fietsbrug over de Dommel.